Natuurlijk een beetje achterlijk om bij de open haard te gaan praten over Dubai en daar iets over te gaan vertellen. Maar ik hoor van een aantal ondernemers de vraag, direct of indirect, Paul, dat kan toch niet lang goed gaan, want de olie is op en die Emirati, die mensen die daar werken, ja, die hebben niet zo heel veel zin om hun handen uit de mouwen te steken. Nou, het eerste kan ik niet ontkennen, de olie is eigenlijk op. Het tweede is een halve waarheid. Er zijn heel veel Emiraten die keihard werken en die het heel leuk vinden om ook ondernemer te zijn of spannende dingen te ondernemen. Maar er zijn er inderdaad ook veel die dat allemaal wel best vinden. Het punt is, er zijn er gewoon niet zoveel. Grofweg 1 op de 10 mensen is Emirati en 9 van de 10 is dus een buitenlander, zoals ik dat ben en zoals jij dat bent en zoals er een heleboel Pakistani, Indiërs, Amerikanen, Zuid-Afrikanen, Libiërs, Syriërs, Duitsers, you name it, er rondlopen. Allemaal met het idee van hier kan ik op een prettige manier geld verdienen, hier is het veilig. Als ik geld verdien mag ik bijna alles zelf houden. En if you can make it here, you can make it anywhere.